Hallo, ik ben Veerle Heere, burgemeester van de mooie stad Sint-Truiden. Het volgend jaar willen we vooral de afvalberg in onze stad aanpakken. Afvalpreventie is heel belangrijk. Kortom, hoe gaan we dat doen? Wel, op al onze evenementen gaan we plastieke bekers gebruiken. En Sint-Truiden is een evenementenstad. We organiseren heel veel evenementen. Maar tegelijkertijd ook het plastiek vermijden. Op onze Haspengouwmarkt en al die plastieke zakjes vervangen door een heel mooie shoptas die we gaan aanbieden vanuit de stad. En natuurlijk, veel voortuinen verdienen toch wel een vergroening. Dus daar gaan we met veel plezier aan werken en tegelijkertijd tot slot een boerenmarkt organiseren om ervoor te zorgen dat die korte keten zo goed mogelijk gerealiseerd wordt. Binnen de 6 jaar gaan we voor een nieuw zwembad in ons recreatiepark. Op Sint-Pieter, dat is een nieuw stadsdeel dat we daar gaan realiseren. Ons zwembad is meer dan 50 jaar oud. Kortom, het is helemaal op en toe aan vernieuwing. En tegelijkertijd op Roggendaal, dat is eigenlijk Nieuw-Bevingen, een nieuw stadspark realiseren van bijna 7 hectare. En op die manier verbinden we Roggendaal met het speelhof. Die groene long is zeer belangrijk in onze stad, zodat we de work-life balance kunnen garanderen en dat je rustig verder kan wandelen in onze stad in het groen. Het probleem wat we zeker gaan aanpakken, dat is het onderhoud van onze wegen. We zijn de voorbije 3 jaar gestart met een echt onderhoudsprogramma. Zowel van onze veldwegen, onze voetpaden, maar ook nieuwe fietspaden willen we bijkomend aanleggen. En natuurlijk het asfalteren. Kortom, dat is een kerntaak van onze gemeente. Onze wegen goed onderhouden en onze fietspaden aanleggen. En wat we zeker niet gaan doen, dat zijn de belastingen verhogen. We hebben dat beloofd tijdens de verkiezingen. Het is ook een van onze items in het bestuursakkoord. Kortom, we gaan het doen met de middelen die we hebben. En daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat Sint-Truiden een aantrekkelijke stad wordt om te komen wonen. Want uiteindelijk kunnen wij een centrumfunctie combineren met het platteland. Dus kom zeker naar Sint-Truiden als je een nieuw plekje zoekt om te komen wonen.